Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Vanavond gaan we gezellig eventjes met de cadenza aan de slag. En ik wil jullie wat dingetjes laten zien met de leuke mos. En ik ga eventjes weer alles voor jullie klaarzetten en dan gaan we zo meteen van start. Dan wachten we natuurlijk eventjes weer totdat iedereen ook ingeschakeld is. Ik ben heel benieuwd wie er vanavond allemaal weer mee gaan kijken. En voor wie het eventueel helemaal nieuw is. Of misschien kennen jullie de mos al wel. Nou doe ik even iets verkeerds. Nou, volgens mij heb ik alles weer klaarstaan. Even zien. Ik zie bij mezelf het beeld nog een beetje hoog. Even kijken. Volgens mij heb ik nu mijn werkblad iets beter liggen. Even spieken, ja. Ik denk dat het zo wel kan. Nou, alles staat weer klaar. Welkom. Nou, ik ga dus iets laten zien met de mos. En ik had in principe heel veel voor willen bereiden, maar helaas is me dat niet gelukt. Ik heb nog niet zo heel veel met de mos gespeeld en ik ga het gewoon vanavond samen met jullie een beetje uittesten. Wij hebben in de winkel twee kleurtjes mos. En het is de lichte kleur en de donkere kleur. Het is van Cadence dus. En als je die potjes open doet, zie je dat er ook een hele leuke vezel in zit. Dus het is echt wel een soort structuurpasta. Ik weet niet of ik het in beeld een beetje voor jullie te zien kan krijgen. Kijk, je ziet hier echt al die leuke stukjes op zitten. Weet je, ik kan het wel even op een klein restantje papier laten zien als ik dat zo snel kan vinden. Ik zal er even een klein beetje met de spatel uithalen. Kijk, en je ziet al wel, het is echt een beetje een, ja, dikkere pasta ook. Of een dikker goedje. Kijk, en je hoort ook wel een beetje dat daar gewoon echt allerlei, spul in zit. Het is gewoon een soort, ja, eigenlijk verf met allemaal van die, mosvezeltjes. En het leuke is, van je kan zeggen van, nou weet je, ik schaf gewoon één kleurtje aan. Maar het leukste is om die kleurtjes een beetje door elkaar heen te mengen. Zodat je het, ja, meest, ja, realistische effect gaat krijgen. Je kan ook zeggen van, nou ik ga gewoon een hele pagina met dat mos maken. Je hoeft niet per se een muurtje erbij. Je kan ook zeggen van, nou ik vind het leuk om helemaal een lekker mos effect te gaan creëren. Doe je een beetje van die donkere doorheen. Ik ga nu gewoon even ter plekke even wat verzinnen hoor. Kijk, want dit kan je weer heel leuk er doorheen mengen. Nou, ik doe het nu even heel dik erop, maar je kan het ook gewoon heel dunnetjes aan gaan brengen. Kijk, een beetje door elkaar heen. En je kan er eventueel nog met je heat tool kan je het weer gaan verhitten, zodat het lekker snel droog is. Nou, zo ga je het een beetje door elkaar heen mengen. Je kan ook zeggen van, nou, ik wil eerst de ene kleur wil ik droog maken en ik leg de andere de kleur er tegenaan. Dat kan ook nog. Dus er zijn, ja, eigenlijk allerlei mogelijkheden. Maar kijk maar eens hoe leuk dat is. Je kan het dus echt dikter op gaan doen. Of je doet het gewoon lekker plat erop. Nou, dit was dan even gewoon een testje. Ik moet eventjes gelijk mijn spateltje weer droog maken. Nou, dat was het begin over de mos. Nou, het mos is natuurlijk heel erg leuk als je het in combinatie met een muurtje gaat doen. Nu hebben we van Cadence hebben we ook de beton effect. Alleen moet ik heel eerlijk erbij zeggen dat de beton alweer helemaal is uitverkocht. En ook bij de groothandel is dit uitverkocht. Nu zit hier helaas een leventermijn op van 6 tot 8 weken.
Dus helaas kunnen wij dit voorlopig niet leveren. En datzelfde geldt ook voor de mos. We hebben het nu nog op voorraad, maar zodra het is uitverkocht, duurt het echt weer 6 tot 8 weken voordat het binnen is. Nou, op deze pagina heb ik ook het mos gebruikt. Hier heb ik ook een stenen muurtje onder gedaan en daar heb ik met de Distress Paste gedaan. Dus dat kan ook. En ook hier heb ik een beetje mos op gedaan en hier onderaan. Dan kunnen jullie dat ook een beetje bekijken. En ik heb nog één kliederpagina. Die is nog niet helemaal klaar. Daar ben ik ook al begonnen. En daar heb ik bijvoorbeeld een muurtje gemaakt. En die heb ik met structuurpasta gemaakt. De structuurpasta heb ik op kleur gebracht met Distress Inkt. En daarna ook een beetje van dat mos erop gedaan. Dus dit ligt nog los. Deze wacht nog op de finishing touch. En ook hier bovenaan heb ik een stukje van dat muurtje gedaan. Ik ga denk ik nu gewoon eerst even beginnen met de basis van een art journal pagina. En dan ga ik daarna vanzelf verder opbouwen met de beton effect en met de mos. Moet er toch ergens gaan beginnen. Nou, dit leg ik even aan de kanten. Dit kun je dus gewoon echt aan de lucht laten drogen. Ik ga nu beginnen met deze pagina. Dat is de pagina wat ik ook in het voorbeeld liet zien. En ik pak even een nieuwe pagina uit mijn journal. We krijgen trouwens ook heel veel vragen van die journal als je die gaat pimpen. Het makkelijkste is wel om hem dan eerst even in de gesso te zetten. Want dat is een primer en anders gaat je kaft heel erg alle producten opzuigen. Dus als je bijvoorbeeld verf erop doet, het is aan te raden om dan eerst eventjes gesso eronder te doen. Nou, ik pak hiervoor mijn station. Die vind ik ideaal. En nou, deze pagina, ik had hem de vorige keer ook zo ongeveer in zijn geheel gebruikt. En soms vind ik dat gewoon makkelijk. Dan heb je al een basis van je kaart klaar en hoef je er eigenlijk niet eens zo heel veel verder nog bij op te doen. Nou, ik ga dit gedeelte gebruiken en dat moet je dus met een gel medium op gaan plakken. Ik heb zelf nog de Liquitex matte gel. Die is momenteel even uitverkocht. Maar die komt hopelijk binnenkort weer binnen. Er zijn ook andere mediums zoals de hard sealer van Joycrafts. Die vind ik ook heel erg fijn. Je hebt nog Mod Podge waar je mee kunt doen. Dus mogelijkheden genoeg. Nou, omdat ik deze keer de hele pagina wil gaan doen, ga ik gewoon eerst even mijn hele pagina insmeren met het gel medium. Dan zit het straks ook gewoon lekker goed vast. Dus dit is gewoon eventjes, soms voor het gemak om gewoon een hele pagina van de rice papers te pakken. Zodat je niet ook nog zelf helemaal een achtergrond hoeft te maken. Over die rice papers kan je uiteraard nog weer met al je mediums overheen gaan. Je kan er met verf overheen gaan. Je kan er met inkt overheen gaan. Je kan hem helemaal nog maken naar je eigen idee. Dus dit is eigenlijk gewoon even een start. Even zorgen dat hij er een beetje recht op komt, ook met de tekst. Zo. Nou, ik knip hem gewoon eventjes uit. En dan gaan we dat zo eventjes verhitten met de heat tool. Om te kijken of alles ook daadwerkelijk goed vast zit geplakt. Nou, de overgebleven stukjes, ik knip hem gewoon even netjes uit. Want die andere stukjes kun je natuurlijk later nog weer prima gaan gebruiken. Ook in bijvoorbeeld je kleine art journal kun je nog weer gaan gebruiken. Als je bijvoorbeeld die verart bij Marlene hebt. Die is 10 bij 10 centimeter. Dus die is ideaal voor de kleine restantjes.
Nou, het voorbeeld wat ik vanavond eigenlijk, of wat ik ga maken, die heb ik al eens eerder gemaakt. Maar dat voorbeeld is helaas nog onderweg vanuit Engeland deze kant op. Dus die kan ik nog eventjes niet laten zien. Ik hoop dat ik nog een beetje weet hoe ik hem gemaakt had. En anders ga ik gewoon alles weer een beetje de vrije loop laten gaan. Nou, volgens mij zit hij al wel aardig vast. Je kan er met je sealer ook nog weer overheen gaan, zodat je zeker weet dat hij overal goed vast zit. Ik ga ondertussen eventjes mijn werkmat wel een beetje schoonmaken, want anders zit straks alles onder die Liquitex. Zo. Nou, ik heb er dus lekker zo'n kliedermatje onder gedaan. Dus je kunt je station kun je nu ook als kliedermat gaan gebruiken. Ik probeer jullie reacties wel een beetje mee te lezen. Maar ik heb het idee dat ik af en toe een beetje de reacties niet kan zien. In één keer krijg ik dan een hele reeks reacties. Maar we gaan ons best doen. Kijk, nu heb je eigenlijk al gewoon een hele mooie basis van je, ja, je kaart eigenlijk klaar. En hier overheen kun je dus straks nog weer gaan werken met je mask sensors. Ik zit er zelfs nog even over te denken om nog een extra stukje rijstpeper er overheen te doen. Even kijken of ik die zo kan vinden. Misschien is het wel leuk om aan deze kant ook nog een stukje van een klok te gaan doen. Even kijken. Deze kunnen we ook doen. Nou, die knip ik gewoon eventjes uit. En die plak ik er weer netjes overheen. Dit kan je overigens ook gewoon scheuren als je dat makkelijker vindt hoor. Dat is gewoon, in de hobby zijn geen regels. Je moet gewoon lekker doen wat jij zelf het makkelijkste vindt. Kijk, dan wordt hij sowieso alweer net iets anders dan mijn vorige creatie. Dat vind ik altijd wel het leukste. Ik hou er niet van om alles exact hetzelfde te maken. Nou, ik mag ook wel zorgen dat ik ook hiervan een nieuwe pot krijg, want hij is bijna leeg. Ja, dat krijg je als je groot verbruiker wordt van de Liquitex. Volgens mij ben ik echt verslaafd aan de rice papers ondertussen. Ik vind dat gewoon zo leuk werken. Zet na die tijd wel gelijk je kwast even in het water. Want het is dus echt een soort lijm. En je kwast gaat anders gewoon echt kapot. Dat is jammer. Zo. Wat gaan we nu doen? We gaan een muurtje bouwen. En daarvoor hebben we natuurlijk hele leuke mask stencils. Ik ga vanavond maar gewoon mijn eigen muurtje gebruiken. Dat is deze. Maar dan moet ik even kijken of ik de goede pak. Want ik had namelijk even iets voorbereid en dat wil ik even gaan testen. Dat heb ik nog niet eerder geprobeerd. Er zijn namelijk meerdere manieren om je mask stencil lekker vast te leggen. Ik heb nu dus die nieuwe station. En dan kun je mask stencil vast gaan leggen met je magneetjes. Zodat je altijd je mask stencil op dezelfde plek hebt. Maar ik heb deze keer... deze keer heb ik mijn mask stencil ook ingesprayed met de stencilspray van Cadence.
En dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik dat ga gebruiken. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want hij plakt nu eigenlijk op jouw papier vast. Dus dan zou de pasta er niet meer onder moeten kunnen gaan. Nou, ik ben benieuwd hoe dat werkt. Wat voor kleur steentjes ga ik deze keer doen? De vorige keer had ik er echte beton bij gedaan, maar dat vind ik voor deze dan net iets minder leuk. Ik ga voor de modeling paste. Dus gewoon de structuurpasta van Dutch Doobadoo. En die ga ik even zelf op kleur brengen. Gewoon aan de zijkant. Het hoeft niet helemaal netjes. Het hoeft geen helemaal complete stenen te worden. Oh, dat is wel heel veel. Zo. Even spieken of die goed gelukt is. Nou, ik had wel metselaar kunnen worden. Dat is in ieder geval het eerste muurtje. Ik wil hem ook aan de andere kant nog even hebben. Nou, op zich werkt dat dus ook met dat stencilspray wel lekker. Even kijken, waar ga ik hier het muurtje doen? Ik doe hem gewoon een klein beetje over de klok heen. Dan valt die klok ook weer in de achtergrond. Alleen zorgen dat ik niet over mijn tekst heen ga. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ach, en zo is het altijd gewoon een beetje op gevoel kijken van waar ga ik muurtjes bouwen, waar ga ik wat maken. Kijk niet naar wat een ander doet, gewoon lekker even een beetje je ding doen. Nou, ik denk dat het wel genoeg muur is. Ga eens even kijken. We kunnen eventueel bovenaan nog een klein beetje doen, hè? Even dit er weer afpoetsen. Dan zit er gewoon lekker in de muurtjes gebouwd. Dan kunnen we ook aardig wat mos erbij gaan doen. Nou, in principe hoef ik nu die magneten er niet eens bij te gaan gebruiken nu ik hem vastgeplakt heb. Dat is alweer een beetje automatisme van mij geworden. Ik vind dat zo ideaal met die magneetjes op die station. Dat had ik echt eerder moeten bedenken. Nou, die spray moet je echt even gaan gebruiken, hoor, Maria. Want het werkt echt wel goed. Zo. Die gaat weer in het water. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ik zit alleen ondertussen te bedenken. Misschien vinden jullie het ook wel leuk om te zien hoe het nou met die mos gaat worden. Met de beton. Ik kan natuurlijk ook nog een ander muurtje gaan bouwen. Even op een proefstukje met de beton. Dan hebben jullie dat ook gezien. Ik pak daar even een ander stencil voor. Ook die is heel erg leuk. Eventjes. Zo. Gaan we twee mask stencils in elkaar zitten. Dat werkt natuurlijk niet handig. Nou, soms heb je van die dagen dat alles mee zit. En soms heb je van die dagen dat niet alles in één keer goed gaat. Nou, vandaag is zo'n dag dat niet in één keer alles goed gaat. Maar we gaan gewoon lekker doorknutselen. Ik heb nu dus ook de beton.
En die ga ik jullie ook eventjes laten zien. Dan kan dat andere ondertussen mooi even drogen. Het wordt gewoon een kliederuitzending, dames. Jullie zitten gewoon eventjes lekker weer bij mij aan tafel mee te kijken. En ik doe gewoon een beetje mijn dingetje. Nou, de beton. Ook gewoon met een spatel aanbrengen. Dit is trouwens een mask stencil van Yolanda de Ronde. Dit is ook een hele leuke stenen muur. Dus er zijn verschillende soorten zijn verkrijgbaar. Dus we kunnen allemaal metselaar gaan worden. Zo. Kijk eens, die is ook wel echt heel erg leuk. Als ik slim ben, ga ik wel gelijk even mijn stencil schoonmaken. Want anders, als ik wacht tot na de uitzending, dan ben ik bang dat mijn hele muur ook onder de beton zit. Of mijn stencil helemaal vast onder de beton zit. En dat vind ik ook weer jammer. Zo. Deze even dicht doen. Nou, dit is heel erg verslavend hoor. Het is echt superleuk spul. Ik ben wel altijd iemand die dan echte billendoekjes en alles dicht in de buurt heeft. Er zijn mensen die het gewoon allemaal lekker smerig laten. Ik heb helemaal niks met smerige handen en zo. Dat vind ik helemaal niet erg, maar ik vind het wel fijn om mijn spulletjes gelijk weer een beetje schoon te maken. Wat ik hiervoor heb gebruikt, dit is nu de beton. De betoneffect, zeg maar. En op deze kaart heb ik gewoon een structuurpasta gebruikt en die ga ik nu op kleur brengen. Maar je moet ze dus wel eventjes goed droog maken. Zeker deze structuurpasta, als je daar met inkt overheen wil gaan, moet je wel echt eerst zorgen dat hij helemaal op de goede kleur of helemaal droog is. Nou, volgens mij deze is sowieso al helemaal droog. Nou, dan willen jullie natuurlijk zien hoe dat gaat met de mos erop aanbrengen. Ik ga eerst beginnen met deze. Nou, ik doe weer beide kleurtjes. En je kan het echt op allerlei manieren aan gaan brengen. Ik vind zelf het makkelijkste om gewoon een klein beetje op je spatel te doen. En gewoon een beetje eigenlijk tussen de steentjes te doen. Je moet ook zelf kijken van hoeveel wil ik gaan gebruiken. Wil ik heel veel mos? Wil ik maar een klein beetje? Je kan het ook nog met een satéprikkertje doen. En er zullen ongetwijfeld allerlei andere technieken zijn. Ik doe het ook maar gewoon een beetje op mijn gevoel. Ik heb ook geen filmpjes gekeken hoe het moet. Ik ben altijd zo iemand van je moet zelf ontdekken. Hoe jij feeling met een product hebt wat jij er leuk aan vindt. Dus de een brengt het met de vingers aan, de ander met een spatel. De derde doet het met een spons. Dus kijk gewoon wat jij zelf prettig vindt om mee te gaan werken. Nou, dit is de lichte kleur. Dus gewoon her en der een beetje aanbrengen. En ik doe er een beetje van die donkere er tegenaan. Ik pak gewoon elke keer een klein beetje eruit. Wil je dit trouwens gaan proberen? Aanstaande zaterdag is er in onze winkel ook nog een hele leuke planner workshop van Ilse Kleijer. En dan kan je dus ook gaan werken met de Cadence Moss effect.
Dat heeft ze nu extra er nog bij ingedaan. Dan ga je echt een hele leuke pagina maken. Dus wil je er graag mee werken? Er zijn nog een paar plekjes vrij voor aanstaande zaterdag. Kijk, zie je hoe leuk dat is? Dus van mij hoeft er niet zo heel veel mos op zo'n muurtje. Het is ook leuk om gewoon af en toe wat kleine accentjes te doen. Dus dit kun je er ook mee gaan doen. Er zijn echt duizenden en één mogelijkheden met dat mos. Nou, ik laat deze ook gewoon weer lekker aan de lucht drogen, omdat ik hier toch verder niks mee doe. Maar je kan dit dan ook met je heattool gaan verhitten, wil je gewoon sneller ermee gaan werken. Waar je wel mee op moet passen, ik merk het hier ook al, het papier trekt wel krom. Want er zit natuurlijk heel veel water in. Dus wil jij je papier echt helemaal recht houden, dan kan je beter eerst even een transparante gesso eronder doen. Dat is gewoon een sealer. Nou, voor deze pagina moet ik eerst eventjes mijn steentjes op kleur gaan brengen. En daarvoor pak ik even Distress Inkt. En daar doe ik de Distress Oxide voor. En ik begin met de Pumice Stone. En je gaat gewoon met je blending tool over die steentjes heen. Kijk, en zo zie je wel, structuurpasta kan je zelf op allerlei kleuren gaan brengen. Dus heb jij een keer iets wat jij in een speciale kleur wilt hebben op je achtergrond en het moet er dikker op liggen? Je kan altijd structuurpasta pakken en dit na die tijd dan op kleur gaan brengen met een distress inkt of net wat je maar in huis hebt. Nou, de steentjes zijn nu natuurlijk nog een beetje licht. Ik wil ze wel graag ietsjes donkerder hebben. En nog iets meer effect erop hebben. Dus wat ik doe, ik pak er een tweede kleur bij. En dat is de Ground Espresso. En daar breng ik wat accent mee aan. Een vraag. Op een beurs legt ze uit dat het mos nadrogen een beetje met iets roes op moest wrijven voor het beste resultaat. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik heb dat eerlijk gezegd nog niet gelezen. Ik heb het nog niet gezien. Maar er zijn ongetwijfeld kenners die meer met de mos hebben gewerkt. En het zou zomaar waar kunnen zijn. Maar ik durf het dus niet te zeggen. Misschien als het straks droog is dat ik het wel even kan gaan proberen. Kijk, zo krijg je steentjes weer net wat meer kleur. En dan kunnen we hier straks ook lekker met de mos op gaan. En dit doe ik gewoon even met een blending tooltje. De mos. Ik begin weer met de lichte kleur. En gewoon weer een klein beetje tussen de, ja, eigenlijk de voegen, zeg maar. Je kan het ook helemaal over de stenen doen. Kijk gewoon eventjes. Ja, ik zal kijken of het straks lukt als het zeg maar helemaal droog is. Of ik het dan een beetje op kan ruwen. Ik ga het proberen. Ik hou hier wel van. Dit zijn gewoon echt lekker van die kliede dingen. Het hoeft niet veel te zijn. Gewoon die kleine accentjes. Het is gewoon dat je een beetje structuur weer krijgt op je pagina. Ik ben zelf echt van de pagina's waar echt van alles op te voelen, van alles op te zien moet zijn. Maar dat is gewoon echt voor een ieder persoonlijk. De een houdt van wel van die vieze pagina's. Een ander die heeft liever toch gewoon van die gladde pagina's. Dus kijk wat jij zelf leuk vindt. Nou, deze kleur is een beetje een contrastkleurtje, zeg maar. En ja, er zijn echt
nog veel meer technieken met deze mos te bedenken. Jullie zullen het wellicht ook nog wel in andere uitzendingen weer voorbij zien komen. Ik ben er ook nog mee spelende. Ik heb het ook nog maar heel weinig gebruikt. Dus ook voor mij is dit nog vrij nieuw. En ja, ook eigenlijk een van de eerste probeersels. Zo. Nou, dit vind ik op zich al heel erg leuk. Maar wat ik ook bij mijn andere creatie had gedaan, is ook nog een beetje op dit pad had ik ook nog een beetje mos aangebracht. Ik vind dat wel leuk om, voor mijzelf zeg maar, dan ben ik met zo'n mindful pagina bezig. En dan denk ik van ja, een trap. En ja, mijn weg is gewoon helemaal vol met hobbels, vol met problemen en rommel. En dan vind ik het wel leuk om gewoon zo'n, ja, mostrap te maken. Dus dat is dan mijn gedachte er weer een beetje achter. En ik ga dan de lichte kleur pakken. Want die matcht weer het mooiste bij het geheel. En dan doe ik gewoon een klein beetje op mijn spatel. En dan lichtjes eroverheen aanbrengen. Dus een beetje strepen trekken. Een beetje gewoon op gevoel doen. Niet bang zijn dat er wat misgaat. Zo. Dan krijg je een beetje een verweerde trap, zeg maar. Dat is dat. Potjes weer goed dicht doen, want anders dan droogt het allemaal uit. En ik ga dit nu eventjes weer verritten. Tuurlijk kan je dit ook op een canvas doen, zeker. Je kan dit eigenlijk overal op gebruiken. Het is ook heel erg leuk om bijvoorbeeld dit voor home deco te gaan gebruiken. Als jij oude potten hebt of zo, die kan je dus ook eerst met beton gaan bewerken. En dan ook met mos eroverheen gaan. Het is echt, heel veelzijdig product. Nou, bij deze ga ik gewoon de mos niet te overheersend maken. Ik wil nog een beetje de achtergrond verder op gaan sieren. Want ja, het moet nog een beetje in elkaar open gaan lopen allemaal. Daar ga ik nu eerst even mee beginnen. Eerst even een slokje drinken. Even kijken, wat gaan we op de achtergrond doen? Ik ga een gedeelte van dit mask stencil gebruiken. Ik denk dat ik die pijlen ga gebruiken. Dan moet ik eventjes, als ik dat kan vinden, even met een beetje tape plak ik deze af. Want ik wil alleen maar die pijlen hebben. Wat voor medium ga ik daarvoor gebruiken? Ik heb nog wel de Make Art Inkt. De peat moss ga ik gebruiken. Even kijken of ik nog een blending tooltje heb. Nou, dat kan je met een blending tool doen. Je kan het met je sponsje doen, met je blending brushjes, zeg maar. Kijk gewoon even wat jij in de buurt hebt liggen. Die ga ik hier onderaan ook nog even herhalen. Kijken of die zo een beetje recht ligt. Zo. En aan het knoeien. Ik vind het altijd wel leuk om de dingen wel weer te gaan herhalen. Minimaal 2 keer, soms 3 keer. Maar ik moet even kijken of ik hier nog een derde op kwijt kan. Nou, die is niet zo donker geworden, maar dat hoeft ook niet.
Maar je ziet wel hetzelfde effect weer terugkomen. Dat vind ik juist het leuke, dat af en toe ook de ene keer is het heel donker, de andere keer valt het weer in je achtergrondje weg. Dus ga daar lekker mee aan het spelen. Ik heb natuurlijk ook nog die leuke met die cirkels. Die wil ik er ook bij op hebben. En wat voor medium ga ik daarvoor gebruiken? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel hier in de buurt liggen. Ik weet het al. Ik ga met de... deze kleur heb ik nog niet eerder gebruikt. Ik ga even een kleurtje uittesten. Of heb ik hem wel eerder gebruikt? Ja. Dit is de antiek maroon. En ik ga even kijken of die ook leuk is. Nou, dat kan met een blending tooltje of met een sponsje. Wat ga ik doen? Ik pak wel even een sponsje. Nou, ik hoop dat die kleur goed... Ik ga het eerst even testen, dames. Ja, dat kan wel. Nou, dit kleurtje gaat er dus erbij worden. De antiek maroon. En ik ga een beetje die cirkels deppen. Van mij hoeven die cirkels niet helemaal egaal te zijn. En hoeft ook niet het hele patroontje. Het gaat meer dat ik een beetje structuur op de achtergrond ga krijgen. Nou, je kan ook eerst even kijken of je er tevreden over bent. En pas dan je mask stencil weg gaan halen. Ik wil het ook hier in het hoekje nog even hebben. Ja, de mos die wordt wel hard. Dat klopt. Ja, het is gewoon een product wat er gewoon lekker bovenop gaat liggen. Het geeft structuur aan je pagina. Ik vind het zelf echt super leuk. Nou, hier onderaan ook nog een klein beetje. Gewoon over het mos heen. Hier onderaan zal je... patroontje dus niet helemaal egaal worden, omdat ik dus mos eronder heb en mijn mask stencil ligt dus niet meer helemaal vlak. Maar ik vind dat zelf niet erg. Oké, gedeeltje over de trap heen. Dit ga ik eventjes droog maken en dan kun je er nog met stempels eroverheen gaan werken. Ik vind het altijd leuk om gewoon, ja, eigenlijk alles een beetje door elkaar heen te gaan gebruiken. Dan een beetje van dit, dan een beetje van dat. En zo ga je gewoon gaandeweg, ja, je pagina opbouwen. Straks nog een leuke foto nog er extra bij bedenken. Deze leg ik eventjes weg. Nou, ondertussen zien jullie wel dat ik lekker allemaal rommel om me heen aan het verzamelen ben. Of nou ja, rommel is het eigenlijk niet, hè? Het zijn gewoon allemaal creatieve ideetjes weer. Ik wil er wat inktspetters bij hebben. Even kijken, de inktspetter ga ik in bruin doen. Maar die wil ik niet zo heel erg overheersend hebben. Dus ik ga hem eventjes eerst keer op iets anders stempelen. Oh, dan kan ik eigenlijk beter de archival inkt pakken. En waarom? Als je namelijk met een sealer hebt gewerkt. Met bijvoorbeeld de gel medium. Dan pakken niet alle soorten inkten daar nog op. En als je bijvoorbeeld archival hebt, die pakt dus wel goed erop. Anders dan heb je gewoon kans dat je stempel gewoon niet helemaal goed afdrukt. Nou, ik ga hem eerst even op een restantje dus even afdrukken. En daarna pas op mijn creatie. Want anders vind ik hem te donker worden. Die mag daar ook nog.
Even kijken. Wat gaan we er nog meer bij doen? Een leuk stiksteekje. Dat is ook wel een van mijn favoriete malletjes. Kun je de Vintage Legend gebruiken voor een muurtje? Nee, de Vintage Legend, daar zitten hele dikke korrels in. En dat krijg je dus niet. Dat krijg je dus niet mooi in een mask stencil. Dus het kan wel, maar dan moet je dus zelf echt een muurtje gaan maken. En dus niet met een mask stencil gaan werken. Maar ja, zelf een muurtje maken is denk ik niet heel erg makkelijk. Even kijken. Ik ga hier ook nog een klein stukje uit de losse pols doen hier overheen. Nou, dat vind ik ook weer genoeg. Even weer een doekje erbij. Nou, je kunt wel zien dat ik deze altijd maar in gedeeltes gebruik. Want het ene gedeelte is wel gestempeld, het andere niet. Nou, mijn scriptstempel, daar ben ik echt helemaal weg van. Die gebruik ik eigenlijk bijna altijd. En daarvoor ga ik de kleur Peat Moss gebruiken. Ik even kijken waar ik die heb gelaten. Die moet ik ook van de archival hebben. Nou, die zie ik eerlijk gezegd niet zo heel erg snel. Hij moet er wel ergens zijn. Ja, ik heb hem. Ik vind de Peat Moss vind ik gewoon een kleurtje wat ja, ontzettend goed past bij mijn lijn. Maar wat ik ook al wel heel veel zie is dat mensen gewoon allerlei andere kleuren erbij gaan pakken. En dat vind ik ook super tof. Dus kijk gewoon wat jij leuk vindt en pas gewoon de kleuren een beetje aan naar je eigen idee. Nou, daar een beetje overheen. Dan mag ook nog een beetje over de trap. Nou, eigenlijk wordt hij al wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Om de kaarten, het is eigenlijk een journalpagina, maar je kan dit natuurlijk ook als kaart gaan zien, hè? Het is ook het formaat van een kaart, dus denk niet altijd zo heel moeilijk. Ben gewoon aan het denken dat je een kaart aan het maken bent en dat je daarvoor de opbouw doet. Dan is de stap naar mixed media een heel stuk lager. Ik ben zelf heel erg fan ervan om distress paste langs de randen te doen. En omdat ik hier dus die kleur antiek maroen heb gebruikt, ga ik die toch om de randen ook doen. Ik had heel eerlijk gezegd in de webwinkel al een aantal producten gelinkt. En daar had ik de kleur Ground Espresso bij gedaan. Maar die ga ik dus bij deze niet gebruiken. Die gebruik ik normaal wel heel veel. En die heb ik ook bij die andere creaties wat ik net had laten zien, heb ik ook de Ground Espresso gebruikt. Maar nu ga ik dus net voor een iets lichtere bruin. Ik zal binnenkort eens even een keer proberen om een soort kleurenkaartje te maken. Van alle soorten distress paste, zodat jullie ook kunnen zien wat het verschil tussen de kleuren is. Nou, dit doe ik gewoon met een sponsje. En het leuke van een sponsje is dat je dus de ene keer meer paste eraan hebt dan de andere keer. En dat geeft gewoon een beetje een speels effect. Nou, dit mag je ook wat dikker erop laten zitten. Dat vind ik altijd wel leuk. Ik ga dit eventjes fritsen. Kijk, dit geeft gewoon, als je zo'n randje eromheen doet, het maakt eigenlijk je creatie net weer af. En als het eenmaal droog is, krijgt het ook nog een soort glanslaagje. Ik vind het zelf wel echt heel top spul.
Nou, ik ga het nu eventjes snel laten drogen. Ja, eigenlijk heb ik niet eens geduld om het goed te drogen. Ik wil nog een tweede laagje erbij. Gewoon sommige gedeeltes mogen nog net ietsjes meer aangezet worden. Zo. En wat ik dan vaak doe als finishing touch is nog een klein beetje van de black soot erbij. Ja, schoensmeer. Het zou kunnen. Geen idee. Dat durf ik echt niet te zeggen of je dat ervoor zou kunnen gebruiken. Ik ga even kijken waar ik mijn black soot heb neergezet. Dat is deze pot. Als je ze trouwens opruimt, is het wel verstandig om overal even een plastic zakje tussen te doen. Dus tussen het deksel en de pot doe je even een plastic zakje. Want anders gaan je potten echt, die deksels, die gaan helemaal vastzitten. En dat is gewoon echt zonde. Dus doe het echt voor het behoud van je product even een plastic zakje ertussen. En je moet ook niet denken van dat doe ik morgen wel eventjes. Binnen één dag kan het echt al helemaal muur en muur vastzitten. Dus dat is echt even een tip. Zorg heel goed voor je eigen producten. Want ja, het is natuurlijk best een flinke aanschaf, al die spulletjes. En als het dan met een dag al helemaal dicht zit, dat is gewoon echt jammer. Hoe heet de stempel ook alweer? Ik weet niet welke stempel jij bedoelt. Ik ben met de stempels bezig met alle stempels uit mijn eigen lijn, zeg maar. Ja, ik weet ook niet of schoensmeer of dat af blijft geven. Dat durf ik echt niet te zeggen. Daar brand ik mij niet aan. Ik weet de werking van deze producten, hoe dit is. En dit is ook hobbymatig te gebruiken. Schoensmeer is eigenlijk voor andere doeleinden. Dus geen idee. Nou, we zijn al een heel eind met de kaart. Ik blijf maar de kaart noemen vanavond. Geen idee waarom. Ik wil niet met zwart. Of niet met wit, ik wil zwart hebben. Ik moet even een zwarte pen hebben. Eventjes mijn bakje erbij pakken. Even kijken, zwart. Ik gebruik de Signo Uniball. Ja, inderdaad, schoenmaker blijft bij je lees. Ja, je kan het altijd proberen, maar ja, ik durf het echt niet te zeggen. Nou, er staat een hele leuke tekst op van start where you are, use what you have, do what you can. Ik vind het leuk om dan die dingen een klein beetje te accentueren. En dat doe ik ook een beetje op de trap, zodat je daar net iets meer schaduw gaat krijgen. Dus gewoon even met de pen er iets overheen. Kijk, zie je dat je zo overal net even wat meer accentjes weer gaat krijgen. Nou, dan vind ik het ook wel leuk om deze ook ietsjes nog aan te zetten. Klein beetje doelen op je project is ook altijd leuk. Dan doen we dat hier ook nog eventjes. En dan kan je ook zeggen van een klein beetje scribbels er nog doorheen. Wat gaan we nog meer doen? Ik wil er nog een kleine tekst bij op. En daar pak ik mijn stickerboekje voor. Er zitten ook van die leuke kleine teksten bij.
En dan kijk ik even wat nog meer past bij deze. Ik heb nu start where you are, use what you have, do what you can. Even kijken. Wat past hier nog meer bij? Misschien deze wel. Rise above the storm and you will find the sunshine. Nou, die kan toch wel? Doen we gewoon. Niet te lang nadenken. Ik vind hem alleen wel te lang om in één keer op te plakken. Dus ik knip hem gewoon even in tweeën. Zo. En dan gaan we een beetje met de witte pen nog omheen. Dat vind ik persoonlijk altijd wel wat leuker dan... is het net wat minder hard op je pagina. Even kijken. Wat doen we? Doen we er nog meer aan of zullen we hem zo laten? Ik kan even kijken of er iets in de die-cut boekjes nog zit wat erbij kan. En anders dan laad ik hem zo. Ik heb inderdaad de kleur peat moss gebruikt. Eigenlijk vind ik het wel leuk om er nog even iets van een die-cut bij te gaan doen. Want anders dan is die exact hetzelfde als mijn vorige creatie. En dat vind ik... meestal toch niet zo heel erg leuk. Even kijken of dit er leuk bij is. Zo. Die kunnen dan nog net weer een beetje over de klok heen laten lopen. Ik ga gewoon even puzzelen hoor. Even kijken of het... van toegevoegde waarde is of dat we zeggen van laat het lekker zo. Kijken. Nou, veertjes vind ik niet leuk erbij. Vlindertje doe ik eigenlijk al op bijna alle creaties. Dat vind ik ook jammer. Even het tweede boekje bekijken wat daar nog in zit. Ik weet niet of we er wel zoveel extra bij moeten doen. Ik denk dat het jammer is. Even spieken. Misschien toch een klein vlindertje. Als ik iets kan vinden in de goede kleur. En anders laat ik het zo. Oh, ik heb hier nog wel een bijtje. Misschien is die wel leuk. Oh, die zit nog een beetje vast. Die gaat daar weer bij op. Ik denk dat we dit even vast gaan plakken en dan laat ik hem lekker zo. Ik ga dit nog heel even ietsjes bijknippen. Want sommige die-cuts, en dat is echt bij alle merken zo, dan blijven er toch nog wat van die kleine randjes bij aanzitten. En ik vind dat zelf storend. Vind je het niet erg, dan laat je het er gewoon lekker aanzitten. Maar ik knip altijd eventjes een klein beetje die extra randjes eraf. En dat gewoon net even wat mooier. Hier, waar zit hij nou? Zo.
Nou, dit is gewoon van papier, dus daar kunnen we straks gewoon met lijm op gaan plakken. Hommeltje erbij op en dan hebben we weer een pagina klaar. Dus zo zie je wel, zo kun je eigenlijk in korte tijd kun je al een hele leuke pagina gaan maken. En het hoeft ook niet altijd moeilijk te zijn. Het gaat er ook om dat jij gewoon lekker plezier hebt in het maken van zo'n pagina. En dat je gewoon, ja, je moet eigenlijk voor jezelf de druk niet te hoog maken. Gewoon voornamelijk denken dat je lekker een uurtje lol hebt gehad. Lekker een uurtje ontspanning hebt gehad. Ja, dit gaan we zo opplakken. Ik vind het helemaal leuk. Even kijken of dit mijn goede lijmflesje is. Ja. De stenen muur die is van Jolanda de Ronde. Die is van Pronti. Als je in onze webwinkel kijkt bij de pagina van de merken. En dan vind je een pagina van Pronti. En dan staat hij wel bij Jolanda de Ronde. Maar ik zal hem ook even weer gaan linken in onze webwinkel. Op die speciale pagina met de producten van vandaag. Dat is voor jullie denk ik wel net zo makkelijk. Zo. Deze komt daarop. Mochten jullie trouwens vragen hebben over de Creadoe. We krijgen steeds meer vragen. Van staan jullie daar ook? Nee, wij staan niet op beurzen, helaas. Dit hele jaar niet, volgend jaar ook niet. En daarna zien we wel weer. We kunnen niet zo ver in de toekomst kijken, maar voorlopig is het voor ons gewoon niet te doen. Dus wij staan niet op de Creadoe. Jullie zullen ons daar niet tegenkomen. Helaas. Maar onze webwinkel blijft wel gewoon 24/7 open, dus... ga je niet naar de Creadoe, je bent uiteraard van harte welkom in onze webwinkel en onze gewone winkel. We hebben daar ook heel veel leuke spulletjes te koop. Dus ook voor degene die niet naar de beurs gaan, kom gezellig bij ons langs. Ik vind het altijd leuk om jullie in onze webwinkel te, of ja, ook in de webwinkel en in de gewone winkel te begroeten. Nou ja, ik blijf altijd een beetje weer tekenen en extra dingen eraan doen. Maar op een gegeven moment moet je zeggen, het is klaar. En ik vind hem nu ook ja, helemaal leuk eigenlijk. Hij is toch nog weer anders geworden dan mijn vorige creatie. Want die had een ander soort muurtje erbij. Ja, zo zie je wel, geen enkele creatie wordt altijd hetzelfde. Dit is dus gedaan met de mos. Ik heb hier ook de mos nog eventjes laten zien. Dus dat je ook gewoon alleen met mos kan werken zonder een muurtje. Nou, dit is met de beton erbij. Nou, ze hadden het erover dat je het een beetje op kon ruwen. Dan kan je het in elkaar over laten lopen. Nou, ik weet niet waar ze dat precies mee deden. Maar ik ben bang dat je ook een beetje de... structuur eraf gaat poetsen weer. Ja, het kan. Dan gaat het wel. Ligt eraan hoe je het wil hebben. Of jij het te dik overheen wilt hebben. Of dat je het echt helemaal in elkaar overgelopen wilt hebben. Wil je het echt in elkaar overgelopen hebben. Dan kan je er een beetje weer afwrijven. En dan gaat het in elkaar, zeg maar. Beetje met je nagel zo. Beetje opkammen, zeg maar. Dus dat kan ook. Dan gaat het net wat... ja, die grote stukjes eraf. Dus kijk gewoon, speel er zelf mee. Kijk wat je zelf leuk vindt. Nou, de gebruikte producten ga ik voor jullie weer eventjes allemaal op de pagina zetten. Of dat vanavond nog lukt, dat weet ik niet. Denk ik haast niet. Een gedeelte staat er al wel in. De rest kunnen jullie anders wel in de webwinkel vinden. Ja, verder heb ik ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, geloof ik. Ik hoop deze week nog een keer weer live te gaan. Wanneer, hoe en wat, dat weet ik nog niet. Hou gewoon de groep in de gaten. Aanstaande dinsdag is Jeanette, als het goed is, nog weer live.
Woensdag is nog even afwachten of er een live is. En ja, de rest van de week zien we wel. Ik wil jullie voor nu allemaal nog een hele fijne avond wensen. Iedereen weer super bedankt voor het meekijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!